De regering heeft gewerkt aan versoepeling van het aanvragen van werkvergunningen. Dit zijn minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Bibus, gisteravond aan de pers na de regeringsraadsvergadering. De bewindsman zegt dat het tot nog toe moeilijk is geweest voor buitenlanders om te investeren in Suriname. Het proces van het aanvragen van een werkvergunning duurt maandenlang. Het is een problematische zaak geweest voor vele bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd, hier opereren, om zeg maar de noodzakelijke juridische administratieve documenten te krijgen. En dat proces duurde normaliter maanden. Nu is er een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bibus, en het ministerie van Justitie en Politie, samen met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, en ook met Binnenlandse Zaken, om deze procedure voor bedrijven die minimaal 20 werknemers hebben, een faciliteit aan te bieden, een versnelde procedure. De reguliere procedure gaat gewoon door, want ieder kan een aanvraag indienen. Maar de versnelde procedure is zeker om onze economische ontwikkeling te stimuleren. Dat betekent dat nu binnen 6 weken de aanvraag van begin tot eind afgehandeld moet worden. De minister benadrukt dat de verkorte procedure slechts geldt voor aanvragers die alle nodige documenten bevatten. Hij zegt dat hoe eerder de aanvragen afgehandeld kunnen worden, hoe beter het zal zijn. Als het sneller kan, binnen een maand, dan is dat natuurlijk de voorkeur. Maar we zullen ervoor zorgen dat binnen die 6 weken alles wordt afgerond. Als een aanvraag wordt gedaan, op tijd wordt gedaan, dan ben ik ervan overtuigd dat alle bedrijven die werknemers uit het buitenland moeten halen vanwege het feit dat we bepaalde kwaliteiten, skills niet in de samenleving hebben, om dat te doen op een juiste manier, op een snelle manier. En dat zal betekenen dat we dus onze economische ontwikkeling verder gaan ondersteunen. Het aanvragen van een werkvergunning is voor vele bedrijven, naar zeggen van Ramdin, een hinder geweest. Versoepeling van de procedure van werkvergunning is ook van belang voor de verwachte investeringen in het kader van de olie- en gasontwikkeling. Dit besluit moet ook gezien worden in het kader van verhoging van de Surinaamse verdiencapaciteit.